Ik zeg een hele goede dag. Natuurlijk in verband met corona en alle gekkigheid kunnen we niet naar buiten, niet naar binnen. Het is allemaal lastig en daarvoor hebben wij besloten om een perfecte training van jullie online te gaan zetten. Zodat je gewoon thuis met papa of mama of je grote broer of je grote zus samen je training kan doen. We gaan heel veel dingen laten zien, dingen die je al kent en misschien ook op dingen die je eventueel in de tuin kan doen. Dus heel veel plezier ermee en ik heb er zin in! We gaan met de warming-up beginnen, zodat we zo meteen al die leuke dingen kunnen gaan doen. Maar zoals ik al zei, we moeten eerst goed warm worden. Let op! Speciaal knopje gekregen! Hoi, 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 hoi! Gaan we zitten! Zo, benen naar voren en dan ik het kan zien. Ah, goed hoor! Hallo voetbaltoppers, dit is de warming-up van Peutervoetbal Arno Splinter. Zijn jullie wakker? Zit op de mat, want we gaan beginnen! Zwaai met de handjes heen en weer. Nu omhoog, doe het nog een keer. Handjes op de knieën, dat is stoer. Trappel met je voetjes, heel hard op de vloer. Beentje in de lucht, de ander op de grond. Draai met je voetje, heel hard in het rond. Beentje naar beneden, voeten naast elkaar. Zijn de voetjes wakker, klapperen dan maar. Kom snel omhoog en ga staan op je plek. Trappel met je voeten, trappel als een gek. Dribbel lekker door, leef je lekker uit. Bevries als een ijsje wanneer de trainer fluit. Yes, spring, dribbel, dribbel, dribbel. Sta als een kip en wiggle, wiggle, wiggle. Stap je naar links, stap je naar rechts. Draai in het rond en dep. Omlaag, 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 omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Omlaag, omlaag, omlaag. Oh yeah! Spring in de lucht, schiet hem in de goal. Waar heb je het geleerd? Splintervoetbalschool. Het tempo gaat omhoog, dat zullen jullie snappen. Duimpjes omhoog, het publiek gaat nu klappen. Maar natuurlijk moeten alle topvoetballers ook goed kunnen juichen, dus daar gaat ie. Hey! Oké, blijf staan op je plekje, want nu gaat het echt beginnen. We gaan een stukje sneller, we gaan knallen, ben je er klaar voor? Hey! Begin maar met springen, spring op je plekje, blijf staan op het plekje en ga door. En misschien kan je ook gelijk even een rondje draaien. Je draait een rondje. Oké, we gaan nu klappen boven het hoofd. Klappen, doe je handen boven je hoofd en klappen. Je mag erbij blijven springen, want als je toch aan het springen bent, blijf springen, dan spring als een kikker. Huppakee, je voeten op de grond en je handen op de grond, spring als een kikker. En ga zitten, draai op je billen, draai in het rond. En nog een rondje, nog snel een rondje erbij. En nou kom je gauw omhoog en ren op je plekkie. Blijf rennen op hetzelfde plekkie, heel snel. Dribbel, 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 dribbel. En ijslolly! We rennen naar de overkant, maar wacht op de fluit! Check, check! Zo, hallo trainer. Ga maar zitten. Voetjes zwaaien. Oh, Timo's weer zijn bal kwijt. Ja. En dan? Twee handjes erbij. Eén voetje omhoog. Oh. En dit gaat niet. Dan val je. Dan doe jij er zin. Zo tegen de salontafel aan. Ja, doe jij maar stoer. Blijf zitten. Voeten buiten de mat. Benen naar voren. Hup. En dan je voeten. Plup. Zijn nu wakker, hè?
Komt-ie. Nou moeten ook je knietjes nog even wakker, dus dat doen we. Voetjes zo neerzetten. En doe maar trappelen. Maar je moet wel op het fluitje wachten. Dus als ik fluit, moet je staan. Heel snel, wie het snelste kan. Ja. Klaar. Stop. Oh, jullie waren eerder als mij. Maar nou, kijk wie het snelste zit. En zit. En stop. Wie is sneller als mij? En zit. En stop. En stop. Ik nam jullie in de mening. Ik zei staan, hè. Heb je hem? Stop. Nou, ik tel tot drie. En als je de fluit hoort, alleen bij het fluitje mag je zitten. Eden, alleen bij het fluitje. 1, 2, 3. Nee. Maar nou, kijk wie snel ze zit. En zit. En stop. Wie is sneller dan mij? En zit. En stop. Als je de fluit hoort, alleen bij het fluitje mag je zitten. Eden, alleen bij het fluitje. 1, 2, 3. Nee. 1, 2, 3. Goed opgelet. 1, 2, 3. Nee, het fluitje was niet geweest. Ah, weer in de mening genomen. Weten jullie wat een ijslolly is? Hoe doet de ijslolly? Doe even voor. Eigenlijk zoals je staat is de ijslolly. Ik zal even mijn beste ijslolly voordoen. Ik heb ook de goede kleuren ervoor aan. De citroen. En op. Huh. En nu. Kun je lezen. Toch? Dan ben je een ijslolly. Dus ik zeg trappelen. En zodra je het fluitje hoort, ben je een ijslolly. Oké? Heden, hierheen. Let op. Trappelen. Kom maar. En ijslolly. Papa's en mama's door de huiskamer heen. Vierde salontafel.
onder de eetkamertafel, door de keuken en dan kom je gewoon weer via de zijkant terug. Handen, billen, omhoog, die mogen niet op de grond. Met de douchepinnen niet. En dan gaan we lopen. En je kan achteruit. Zo krijg je trouwens net zoveel sixpack als de trainer. Die is nu even verstopt. Ja, hij is pittig, hè? Speciaal, ik kan niet op zijn naam komen. Hoe heet hij nou ook weer? Hij speelt in die film van Cars. Hoe heet hij nou? Met het rode... Bliksem, dat was het. Ik wist het niet meer. Bliksem McQueen. Wat is dit? Een bal. Een bal. Maar we noemen hem stuur. En dan hebben we allemaal stuurbeet. Pak allemaal je stuur in je handen. En dan gaan we erbij staan. Kom maar staan. En waar begin je mee? Met starten. Stoppen. Bij de fluit moet je remmen. En sturen erbij. Wel sturen erbij. Wel sturen erbij. En remmen. Nog laatste keer dan. Ik heb springen in een auto. En remmen. Voetballers hebben toch wel een bal nodig. Maar je zit nu op die bal, hè? Doe maar even je hand op je knieën dan. Kijk of je dat kan. Heden, hand op je knieën zo. Ja. En nu ga je even allebei je voeten even trappelen. En je moet je wel proberen op je bal te blijven zitten. En nog wat sneller, hè? Maar wat harder ook. Ja. Probeer maar. En hou je hand op je knieën. Oké. En nou komt-ie. Even schudden met die billen. Ja. Die is goed. Doe maar. Kom, Eden. Schudden. Nou heb ik een hele moeilijke. Maar het is echt moeilijk, hè. Dan moet je nu boven je hoofd klappen. Zo. Kijk het niet. Je probeert het niet. Oké. Ben je moe? Ik niet, hoor. Ja. Ik blaas de fluit en dat doe je. Zo snel als je kan, ga je staan, voet op de bal en dan sta je in de coole voetbalhouding, toch? Eden, heb je hem? Let op. Staan. Armen over elkaar. Heel goed. Of je handen in je zak. Dan wordt de trainer blij. Maar nou komt hij, hè. En. Zit. Zo. En dan probeer je inderdaad niet je handen te gebruiken, hè. Dan blijf je gewoon zo zitten zonder dat je je handen gebruikt. Want ik kom, voet op de bal. Timo is bal kwijt. Vlug. En? Juist hem. En dan komt die. Zit. Timo is bal kwijt. Rustig blijven, hè. En dan komt die. Voet erop. Oké. En nou heb je één voet op de bal, maar je hebt twee voeten. Nu zeg ik, andere voet, en die is heel makkelijk. Andere voet, voetje erop. Andere voet, ja, heel goed zo. Andere voet, voetje erop. Nou, dit gaat goed, hoor. Als je gewoon rustig blijft, ja, dan rolt die bal niet weg. Gewoon. Lopen met de bal. En lopen met de bal doe je niet met je handen, maar met je voeten. Ja.
Goed zo. En eigenlijk moet je nu constant op blijven letten, want je moet kijken of je de bal heel dicht bij je kan houden. Hè? Want je bent gewoon of in de tuin, of je bent in de tikkies. Ga je heel rustig lopen met de bal. Ja, en dan hoor je fluitje en dan is het zit op de bal. Oké? Gaat hij weer. Staan. En dan gaan we weer. Kleine tikjes, beetje trippelen. Heel zachtjes, voorzichtig. Ja. En daar komt ie. Zit. Bal stoppen. En zitten. Oh, ik zat ernaast. Oh. Ja. Laatste keer dan, hè. En nu gaan we misschien een klein stukje sneller. Kan dat? Toch? Oké, dan gaan we sneller even. Kom. En dan mag je klein. Helemaal nog steeds meer. Ja. Houd de bal bij je. En zit. Eerst bal stoppen. En zit. Nou, ging je goed, hè? En dan gaan we nu, als ik fluit, coole voetbalhouding. Toch? Heb je hem? Dat was één voet op de bal en arm over elkaar, hè? En dan is het stoppen, voet op de bal, hè? Komt-ie. Dribbelen in kleine tikjes. En dan zeg ik zo meteen, coole voetbalhouding. En dan is het stoppen, voet op de bal. Hè? Komt-ie. En dan kijk je even naar Arno. Dan doe je jouw duimpje omhoog. En voet erop. En dan even het duimpje erbij. Want dan maak je een schijnbeweging. En dan ga je hoekje op. Scoren. Doelpunt. 1-0. Juichen. Hoe deed je juichen? Hey! Nou weet ik een hele leuke. Je gaat staan. Ga maar staan. Ga je op je eigen mat. Dan kan je precies in het midden staan. Handen uit je zak. Want je gaat nog niet op vakantie. En dan doe je zo. Begin je met over de bal heen. Doe maar. Dat is de schaar, ja. Ik kan die al. Ja, ik zie het dat jullie dat heel goed gedaan. Dat is fantastisch. Eden doet het perfect van binnen naar buiten. Netjes. Zo. Ga je schaar maken. Kom maar, bewegen. Hele kleine tikjes. En dan blaas ik op de fluit. En dan maak je de schaar, oké? 1, 2. Schaar. 1. 2 en door. Ja. En schaar. 1, 2 en door. Ja. En schaar. 1, 2 en door. Ja, helemaal goed. En kom. En schaar. 1. En nog 1, 2 en door. Ga door met dribbel. 1 en blijf nou staan op je voetjes. En schaar. 1, 2. En door. Nou, dan hebben we Timo, jij ook hoor. Goed hoor, Yvie. Heb je thuis geen blokjes zoals wij hebben, of we hebben een knuts, pak dan thuis de kolenfles, de fantafles, de kassafles, dit is de bitterlemmerfles. En dan kan je ook lekker thuis mee oefenen. Dus veel succes. Lege fles nemen, of papa die zaagt gewoon een stuk uit de schutting. Kan allemaal. Wat je neemt, wat je leuk vindt. Al neem je bij wijze van spreken je eigen regelaarsje die je neerzet, bam, omschieten. En wat we nu gaan doen, wie vindt deze het mooist? En jij moet het blokje doen, hè? Oh, ja! Nou, goed. En, lukt dat al? Oh, bijna. Geef die nog een keer. Ja, die was ook mis, die was maar dat geeft niet. Zo, die was echt hard. Het is wel een beetje makkelijk voor jullie. Hè? Eigenlijk moeten jullie een stukje verder weg staan. Dus dan doen we het paaltje. Kom maar. Hier. Dan ga je op de mat. Daar. Hier zo. Gaan we nog een keer. Een beetje op de mat is een stukje. Spitsen. Probeer te blijven staan. Zo. Ja. Een beetje verder weg staan. Dus dan doen we het paaltje. Kom maar. Hier. Dan ga je op de mat. Twee. Doe maar. Oh, goed zo. Oh, bijna. Yes, ja.
Lekker! Wie van jullie kan er als je mij een pan aan te geven, dat je zelf ook door het spoortje heen kruipt? Ga je uit de doorheen, goed zo. Kom maar. Hey. Ja, en zelf ook door het spoortje. Doei! Oké. Dit was een makkie, hè. Want nu gaat het tempo erop, hè. Want degene heeft nog een beetje zuurstof over. Kom maar, ga maar. Hier ben ik. Kom maar. Mooi. Precies tot midden. Jij ook. Doe één. Ja, goed zo. Die mooie manier. Ja, jij ook. Goed zo. Mooie mannen. We hebben warming up gedaan. We hebben gedribbeld. We hebben gesprongen. We hebben gejuicht. We hebben nu alles doorgenomen. Maar nou komt het. Gaan we scoren en juichen. Ja, en om nou te laten zien dat als je thuis niet zoveel spulletjes hebt als dat bij Arno is, kan je alles nemen. Je kan 2 stoelen pakken. Dan zet papa een plank tegenaan of mama. Hé, let op. En dan heb je hier. Dit is kleine Arnootje. Toen had hij nog blond haar van zijn eigen. Toen was nog een knap kereltje. Maar let op. Dit zal wel niet goed gaan. Tegen het muurtje. Om het kopje heen. En het doelpunt. En dan. Hey! Goed zo, ga maar door. Ja, hé, juichen. Nu, heel hard. Ja, om het kopje heen. Ja, genoeg. Hé, juichen. Afronden. Juichen. Goed zo. Perfect. Naar de bal toe. Afronden. Juichen. Hey! Kom maar. Nee! Ja, doorrennen. En nu gaat hij erin, hè? Ja, juichen! Juichen! Goed zo. Oh. Hop, hop, goed zo. Wauw. Goed zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan sneller. Oh, hij gaat goed. Eén, hij gaat goed. Gaan we oefenen. Nu. Hey, boom. Je kan uitschieten. Nog in. Mispoes. Heb je nou... Wauw!